De sleutelhangertjes gekocht in Frankrijk. Hij hangt, ik kan vanavond gewoon, als ik wil, hier tv kijken. Toen ging Laura naar de Hema en toen vond ze deze. En ik wilde deze dus eigenlijk al echt heel graag. Maar ik wilde even snel laten zien dat IKEA de buffetkast heeft geleverd. Dat is... Het is inmiddels een volgende dag en ik ben nog steeds een beetje ziek. Dus ik ga lekker vandaag bij mama zitten, want ik ben alleen thuis. En vandaag is ook de eerste dag dat ik het vuilnis ga wegbrengen. Hij is nog niet helemaal vol, maar hij stinkt heel erg. Want, er komt ook wel lucht uit. Ik ging 2 dagen geleden met Gwen samen hier eten en toen hebben we granade gemaakt. Alleen, dit zijn van die granade die je dan helemaal moet uitpellen. Die nog alles hebben. Zeg maar, de buitenkant van die granade zitten in die zak. En ik ook al gisteravond, hè? Waarom ruikt hij nog steeds naar granade? Dus al 2 dagen geleden. Het is natuurlijk dat ik eraf heb gehaald. En ik heb hier nog geen pasje liggen, dus nu moet ik helemaal op de fiets. Nou, helemaal. 2 minuten fietsen. Die bij mijn ouders in de straat weggooien. En ik kan even laten zien. Ik heb deze leuke sleutelhangertjes gekocht in Frankrijk. En die heb ik er aan vastgemaakt. Hier staat op Sisters. Aangezien de sisters hier nu wonen, vond ik het wel leuk. Dus zij heeft hem in het paars, Laura. En daarnaast had ik nog iets anders leuk. Met 5 van die dingetjes eraan. En ik heb dus een konijntje gekozen. Aangezien we thuis met z'n 5 zijn. Het zijn wel echt vrouwelijke dingen hoor. Dus bijvoorbeeld mijn vader, ik weet niet of die dat gaan gebruiken. Maar ik heb dus aan de sleutelbos. En nu is het een schattig sleutelbosje. Super cute. Het is inmiddels vrijdag. En papa is even langs om mijn tv op te hangen. We hebben al geboord. En we gaan zo de tv ophangen. Maar misschien is dit het mooie moment om te ontdekken of die al uit zichzelf een Chromecast heeft. Deze? Nee. Dat denk ik ook niet, maar deze probeer is het. Dit is dezelfde als die daar staat. Ja, probeer het. Nou, ik kan wel casten. Dat kan ik wel. Maar papa, kan ik niet een klein stukje opzij? Ik durf hier niet aan te zitten. Kan ik een klein stukje dikker toe? Doe je. Ik kan alleen maar dus zo. Ja, dit vind ik beter. Oké, waarschijnlijk had je hem ook zo bedacht, hè? Dus ja, hij is wel lekker groot zo. Nog steeds een beetje scheef in mijn ogen, maar ja. Dat kan niet anders. De tv hangt. Hij is wel een beetje, zeg maar, scheef. Want het bed, je ziet het wel een beetje, toch? Het bed is, zeg maar, de tv hangt iets meer die kant op. En het bed is iets meer hier in het midden. Maar goed, dat kon niet anders. Maar hij hangt. Hij hangt. Ik kan vanavond gewoon, als ik wil, hier tv kijken. Het is vandaag zaterdag. En ik ga mijn make-up tafel en deze kastjes hiernaast even inruimen. Ik heb net mijn spiegel opgehangen. Ik zal het even laten zien. Dit is waar ik vanaf nu af aan mijn make-up ga doen. Het leukste zou zijn als er nog wat licht zou komen. Dat ik misschien van die bollen erop kan doen die licht geven. Maar dat weet ik nog niet helemaal. Maar ik ga nu even deze la inruimen. En al deze laadjes met make-up, haarspullen, nagelspullen en dat soort dingetjes. Dat gaan we nu even vandaag doen. Het is heet. Het is niet te doen. Ik heb bij de Vibra deze 2 dingen gehaald. Want als ik er nu hier iets in doe, dan gaat die la, dan vliegt alles open en heb ik hier iets. Ik wil namelijk doorzichtige bakjes. Alleen, ik dacht voor nu even dit. Ik heb in ieder geval wat. En dit is de make-up doos. Dan kan ik ook gelijk uitzoeken. Nou, dit is haar. Meteen open doen. Ja. Hey, mijn nachtlampje heeft iemand weggehaald. Zet maar hier nu. Ja, ik heb dus maar 2. Ik heb een stickerdoos nodig, want anders kan ik niks doen. Ik moet mijn telefoon ook 's nachts hier opladen nu. Dat is niet heel erg, maar wel vervelend. Hier gaan de oorstukjes in. Moet ook naar de badkamer. We hadden net deze bakjes gekocht bij de blokker. En toen kom er nu niet bij. Moest. Toen ging Laura naar de Hema en toen vond ze deze. En ik wilde deze dus eigenlijk al echt heel graag. Zeg maar niet deze per se, maar doorzichtige. Dus we gaan even kijken hoe dit allemaal staat. We hebben echt
een hoop uitgegeven bij de HEMA. Dus, en ik wil even deze verpakking goed bewaren voor, mocht het allemaal niet uitpakken, dan kan ik het weer terugbrengen. En we hebben dan ook in een groot recept. Ik ga weer dat ik dat ga houden. Oh, lauw. Wat, zijn ze goed? Kijk nou. Oh, wacht, kom maar even. Oh nee, kijk nou. Dit meen je niet. Dit is leuk. Dit is fantastisch. Ja, dit is enig. Ik heb een beetje haast, want ik moet naar school. Maar ik wil even snel laten zien dat IKEA de buffetkast heeft geleverd. Dat zijn deze. Het zijn 6 dozen. Hierachter zat nog een doos. En die zijn dus opgesplit in 1, 2. En dan heb je hier nog 3. Ik hoop eigenlijk dat Laura daar de kans voor krijgt om die vandaag een klein beetje in elkaar te zetten. Maar ik heb geen flauw idee. Maar dat willen we wel eigenlijk vandaag in elkaar gaan zetten. Zodat we eigenlijk de rest van de spullen kunnen opruimen. En het hier echt woonbaar kunnen maken. Nou, we kunnen hier gewoon al wonen hoor. Maar gewoon meer dat echt het nu opgeruimd kan worden. Want alles heeft nu een plek. Ja, laten we daarop hopen. Ik weet het niet. We gaan het zien. Ik ga nu naar mijn eerste schooldag. Ik heb een introductiedag. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb een introductiedag. En ik heb volgens mij nog een werk. Oh, dit is een mooi engel. Een instructie. Hoe noem je dat? Werkinstructie ding. Dus ja, de outfit voor vandaag is dit hele leuke topje van de Zara. Een rokje van de New Yorker. En deze nieuwe schoentjes die ik gisteren heb gekocht in Amsterdam. Gisteren zijn wij naar de musical Grease geweest. En ik heb natuurlijk mijn vakantietas. Voor de mensen die mijn vakantievlog hebben gekeken. Deze hele leuke tas. Dus ik moet gaan, want ik wilde eigenlijk niet met de fiets gaan. Ik wil lopen, want het station is lekker. Ik zie hier het station. En ik heb eigenlijk geen zin om de fiets te pakken, want dan duurt het weer eeuwen. En oké, genoeg geluld. Ik moet vandoor. Oh, mama heeft haar koffie niet opgedronken. Ja, mama kwam dus omdat ik waarschijnlijk al niet meer thuis zou zijn. Maar dat was niet het geval. En Laura moest de hondjes uitlaten. Zou mama dus eigenlijk hier naartoe komen, zodat Laura op dat moment de honden kon uitlaten. En ik en zij zou dan hier komen om te wachten op de IKEA. Alleen, het was dus zo bij de IKEA dat als je niet hebt aangegeven op welke verdieping dan ook, dat ze dan niet naar boven brengen. Dus ze brachten het niet boven. Dus ik moest het zelf nog eens een keer naar boven brengen. Top. Maar dan weet je dat nu voortaan. Altijd aangeven op je derde verdieping. Want dan zetten ze hier beneden neer. En dan kan je het zelf naar boven gaan sjouwen. Het zijn zware, hele zware dozen. En ik had eigenlijk er geen zin in. Want nu heb ik het echt bloedheet. En ik moet nu naar school. Dan heb ik echt, dat vind ik echt niet cool. Maar goed, ik wil dat even laten zien. Hopelijk heb ik dus vanavond een soort van update van, het is wel een beetje in elkaar gezet. Maar ik denk wel dat we het vanavond in elkaar gaan zetten. Maar ik hoop in ieder geval dat ze al een beginnetje maakt. Het is vandaag dinsdag 5 september. En ik wil even laten zien wat er allemaal veranderd is. Ik heb eigenlijk geen idee wat iedereen nu voor het laatst heeft gezien. Dus ik zal maar even snel een soort van de rondleiding geven wat er allemaal, wat ik denk wat allemaal is veranderd. Ten eerste hebben wij nu mijn slaapkamer. Dit moet nog allemaal ingeruimd worden. Maar ik had hier dus allemaal bakjes. En die ben ik een beetje langzaam aan het inruimen. Hier heb ik allemaal haarproducten in zitten. Maar ja, het is ook nog een beetje een rommel. En hier allemaal nagelspullen. Maar deze nagelspullen kunnen nu in deze buffetkast. Papa en Steven hebben gisteravond al dit onderste gedeelte in elkaar gezet. Want dat wilden zij graag. En nu gaan ik en Laura proberen om de bovenkant erop te krijgen. En wat er in Laura's kamer is veranderd is dat zij vandaag haar eigen commode in elkaar heeft gezet. Dus dit ziet er nu een beetje zo uit. Ze heeft er eventjes wat opgezet. Volgens mij wilde ze de eigen spiegel niet. Maar ik heb hem er gewoon eventjes opgezet. En dit is dan haar make-up spiegel, zeg maar. Aangezien zij geen make-up tafel heeft. Zij heeft ervoor gekozen om zo eentje te nemen. Met allemaal lades. En dan wil ze gaan kijken of ze dit voor haar kleding wil gebruiken. En dat ze misschien hier nog een Alex kastje neemt. En dat Alex kastje is dan dat kastje waar ik zeg maar al mijn make-up en haarproducten in heb zitten. Datzelfde kastje.
Alleen dat duurt, ja, dat weet ze nog niet zeker. Dus ze kijkt nog eventjes of ze dat gaat doen. Wij gaan dus nu even die buffetkast, bovenste gedeelte van de buffetkast in elkaar zetten. Hier komt dus nog iets met glas. En wij gaan even kijken of het ons lukt. Maar ik heb het idee dat het wel lukt, want hier zit even wel het glas in. Zit daar geen gebruiksaanwijzing in? Nee. Ja, daar zitten drie planken in. Wij gaan even een slag gaan even kijken of we het in elkaar krijgen. Nee, ik kan hier zien wat het is. Dit is zeg maar de bovenkant die er nog op komt. Bovenop deze kast. En het blijkt dus dat die dus er los op komt. Want ja, er zit hier niks in. Dus je kan dat zeg maar ook apart van elkaar kopen. Maar wij hebben het gewoon volledig gekocht. En dan, dit is dus een schuifgedeelte. Lara heeft er even al wat ingelegd. En hier is het schuifgedeelte. En dan hebben we hier gewoon drie lades. En hier komt dus een glas bovenop. En dan willen we daar eigenlijk al het servies in doen. Gedeelte. Dit, we zijn al echt bij stap 10. We gaan nu deze planken erop zetten en dan gaan we dingen aanschroeven. We gaan die platen erop. Wat hebben we dan? De bovenkant en dan vastzetten allemaal. En dan gaat deze, oh nee, gaan we er bovenop zetten. En dan zijn deze dingen aan de beurt. Ja, dit is echt zo. Dit is echt zo gepiept volgens mij. Dit gaan we zo fixen. We hadden dus de bovenste planken verkeerd erop gedaan. Dus die hebben we nu omgedraaid. En deze moet dus nu ook omgedraaid worden. Deze moet dus deze kant. Dus we gaan deze gewoon optillen. En dan opdraaien. En dan kunnen die planken aan de zijkant. Hij staat. En nu gaan we. Volgens mij moeten we nu hier. Die dingen, die gaten die hier zitten, moeten we nu invullen met allemaal dingetjes. Ondertussen hebben wij de dingen al opgezet en zijn we nu bezig met de deuren erin te zetten. En dan hierna, als de deuren helemaal vast zitten, we hebben nog wel een paar stappen, dan zijn we klaar. Dan is hij helemaal ready en dan kunnen we hem in principe inruimen. Gaan we niet vandaag doen. Maar dit is dan onze buffetkast. Dit is het buffetkastje, of de servieskast, hoe je het ook wil noemen. Hij staat, we hebben hem erin gekregen, erop gezet. De bovenkant in elkaar gezet en nu. Ja, hij is hier. Maar we moeten denk ik opnieuw nog erin zetten en eruit halen. Hier is hij niet helemaal goed. Hier heeft hij, is hij wel gewoon dat hij goed aansluit. Ja, als nog gewoon deze. Dus we laten morgen even papa kijken of ze hem eruit kunnen halen, opnieuw erin kunnen zetten en het hun wel lukt. De hele Lars Friet kast. Oh nee, sorry, je hebt. Oh ja, kijk. Je hebt deel 1 en deel 2. En nu komt hij hier zo. Wordt het één geheel. Super blij mee. We gaan hem aankomende week eventjes inruimen. Zodat we dit meer kunnen gebruiken als zijnde voorraad. En dingen die we gelijk gebruiken bij het koken. Zodat we gelijk hier kunnen neerzetten. En dan hier alles mooi achter. Ja, we hebben ook even een ding nodig dat je die kassen ook weer onder kan verdelen. Ja, inderdaad. Maar dan hebben we wel echt heel veel servies nodig. En dan willen we eigenlijk die potten hier zo misschien aan de onderkant zo neerzetten met allemaal vulling. Of aan de bovenkant. We moeten even kijken wat we willen. Ik heb net dit pakketje opgehaald bij de HEMA. En dit zijn nieuwe bakjes. En volgens mij, ik weet het niet zeker, zijn deze alleen voor de make-up. Maar heel misschien zitten er ook bakken in. Dus ik dacht, ga het even met jullie unboxen. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien, maar ik zal het even. Oh nee, dit is alleen voor de make-up tafel. En voor Laura haar bureau. Het zijn eigenlijk alleen maar deze bakjes.
En we hebben er 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 stuks van. Allemaal deze doos. Mal heeft ze besteld. Ik weet niet waarom het er 24 zijn. Maar ze komen sowieso van pas. Want hier is ook nog mijn Alex kastje. Dat is dat kastje waar mijn haar en mijn nagelspullen in zitten. En daar kan ik die bakjes ook gewoon voor gebruiken. Ik denk nu alleen dat, zeg maar, voor mij en Laura samen is. Nou ja, dat weet ik zeker. Dus we moeten het even gewoon goed verdelen van wie wat nodig heeft. En als we meer nodig hebben, kunnen we dat toch altijd halen. Maar ik vind het heel fijn dat ze doorzichtig zijn. En ik ben er echt super blij mee in mijn make-up tafel. Alleen moet ik nog echt even wat tijd aan je gaan steken om het op te ruimen. Ik denk dat ik het van het weekend ga doen. Maar ik wil dus even laten zien wat ik binnen had gekregen. Het charmant is ook. Het is bloedheet hier binnen. Het is echt 30 graden buiten. Dus ik heb even de airco uitgezet voor de video. Maar eigenlijk is het niet te doen zonder. Me, my best friend. Goedemorgen, het is vandaag 10 september. En ik ga weer eventjes wat opruimen. Ik ben van plan om vandaag al mijn nagelspullen die ik hierin had te zetten. Die ik hier had gezet in de kamer in de woonkamer te zetten. Want dan heb ik hier weer ruimte. Want ik heb nog een hele doos staan met spulletjes die van mij zijn. Die kan ik dan daarin doen. En ik ben van plan om de inhoud van de kasten die ik hier in mijn kamer heb staan te organiseren. Ik weet niet of ik kan zien, maar mijn bed staat omhoog. Want ik ga even wat spulletjes onder mijn bed doen. Ik heb deze tas waar mijn naam op staat, heb ik ooit een keer bij de HEMA gekocht. Daar heb ik even wat vakantiespullen in zitten. Dit is zo'n ding voor je nek, voor in het vliegtuig. Mijn handdoek voor het strand. En ik heb ook nog een paar sjalen gevonden die ik wel altijd gebruik met de wintersport. Dus die spullen van de vakantie, dus maakt niet uit welke seizoen. Dat zit in deze tas. En dan heb ik ook nog deze magnetic tas die ik 3 jaar geleden heb gekregen toen ik daar een nagelopleiding ging doen. Die gebruik ik natuurlijk niet voor dingen nu, zeg maar dagelijks. Dus die gaat ook onder mijn bed. En deze geldt eigenlijk hetzelfde, dus ook mijn nageltas. Hier had ik al mijn gel lakje zo in zitten. Alleen ja, had dat toen nodig om naar de opleiding te gaan. En zo ik het mee kon nemen, vandaar dat ik weer heb gekocht. Alleen uiteraard gebruik ik deze ding nu niet. Dus die gaat ook onder mijn bed. En dan heb ik hier echt heel veel dingen in mijn bed zitten waar ik eigenlijk nog niet echt iets voor heb om het in te doen. Ja, het ligt er eigenlijk een beetje. En ik heb hier random kussens liggen onder mijn bed die mijn oma heeft meegegeven. Omdat zij dacht, nou, dat kan je gewoon een leuke kussensloop mee doen. En dan heb je gewoon een kussen voor de bank. Zo, ik heb even omgekleed hoor, want het is echt bloedheet. Ik heb namelijk de airco niet aanstaan, omdat jullie me anders niet goed kunnen horen. Het is ook echt van belang dat we nu gaan opruimen. Want mijn ouders gaan aankomende vrijdag blijven ze 2 weken slapen hier. Omdat hun hele eerste verdieping een nieuwe vloer krijgt en daar dus niet kunnen slapen. En ik heb eigenlijk geen zin dat ze hier komen en gaan zeggen, ja, je moet dit opruimen, dit opruimen. Want of course, je moet gewoon een huis hebben. Let's go naar de nagelspullen. Die ga ik even verplaatsen van A naar B. Al mijn nagelspullen zitten erin. Ik heb het soort van geordend. Hier heb ik allemaal nagellakjes. Hier alle acryl. Hier dingen die ik voor het preppen gebruik. En hier allemaal versiering. En dan daarachter liggen allemaal tipjes. En dit onderste gedeelte is eigenlijk een soort van voorraad. Slash, ik gebruik het minder vaak dan daarboven. Ik heb hier weer allemaal dingetjes verzameld die allemaal onder mijn bed kunnen. Oh nee, deze niet. Sorry, deze moet bij mijn make-up spulletjes. Dit heb ik gedaan. 2017 heb ik de LP6 gefietst. Nou, dat is gewoon iets wat ik wel behoud, maar niet per se in mijn kamer. Dus die gaat onder het bed. En dit zijn allemaal verkleedspullen. Dan heb ik dit. Dat had ik toen in onze oude kamer. Dat kon je dan aanzetten. Dat had allemaal leuke lichten. Dus ja, ik weet niet of ik het nu echt ga gebruiken. En natuurlijk weer mijn statief met licht. Dat heb ik ook niet altijd nodig. Dus die kan ook wel op het bed. Ik heb hier dus nog 2 New Balance dozen die wij hebben gevuld met allemaal spulletjes. En die ga ik nu even uitpakken.
En dan gaan we even kijken welke dingen in de badkamer horen. Kijk, dit hoort bijvoorbeeld in de badkamer. Dit hoort in de badkamer of de wc. Wat is dit? Hoort ook in de badkamer. Ook in de badkamer. Denk het ook. Nou, uiteraard. En dit zijn allemaal spulletjes die van mij zijn. Deze ook van mij. En dan kunnen we zo even kijken van wat hoort nou echt op mijn eigen kamer. En wat moet naar de badkamer toe. Ik heb hier dus een hele doos met allemaal spullen die ik voorheen gebruikte. En die ga ik denk ik hier in deze onderste ladekastjes doen. En dan komt hier make-up, haar, body, whatever. En dan moet ik hier nog even goed kijken wat ik waar wil hebben. Want ik ben hier sowieso niet tevreden mee. Want volgens mij is dit het enige wat ik normaal echt altijd gebruik. En voor de rest ligt hier niet echt dingen die ik altijd gebruik. Dus ik heb wel dit hier neergezet. Want dat is fijn als je make-up doet. Dat je dan je haar vast kan zetten. En ik heb natuurlijk hier ook nog echt allemaal dingetjes staan. Maar bijvoorbeeld luchtjes. Dat wil ik dan op zo'n stellage in het hoekje zetten. Waar je allemaal dingetjes in kan zetten met skincare, whatever. Maar ja, ik weet niet zo goed wat ik er allemaal mee wil. Maar ik ga deze gewoon sowieso even uitpakken. Want deze moet sowieso uitgepakt worden.